dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een goed nieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. Echt ongelooflijk. Gisteren hadden we een pittig dagje. We hebben best wel een workout gedaan. We gingen namelijk waterski achter de boot. We gingen met de band en dan ben je ongelooflijk aan het aanspannen. En ben je aan het knijpen in die band. Ik wil niet vallen, ik wil niet vallen. En het gaat zo hard. Dus lekker veel spierpijn, maar echt heerlijk geslapen. En ik heb zojuist samen met Michel eventjes een pot verf naar beneden gesjouwd. Michel die gaat namelijk verven, kwasten, bij de nieuwe woning, de studio van mij. Super dik, ontzettend veel zin om uiteindelijk het eindresultaat te zien. Ook al is het nu een soort van gebroken wit en het wordt gewoon helemaal wit, zeg maar, want een stukje door is er overheen geweest. Gelukkig is het plafond al geschilderd, alleen de muren nog niet. Ja, Michel is beroepsschilder, dus... Ja, dan gaan we dat even mooi voor je opknouwen. Gaan we goed komen, denk ik. Gaan we even netjes maken. Ja. Precies, dus ik hoop dat het niet warmer wordt dan dit. Ook al is de studio zwart van buiten met ramen, zonder airco. Een keer zweten. Dus voor eens een keer goed. Ja, dat is waar. Dus ja, goed, we gaan het zien. En ik heb dit shirt aan, want het heeft alles te maken met later vandaag. En Mayo en ik en Jannik en Thijs die gaan naar Amsterdam. En dan gaan we een tattoo laten zetten. Die afspraak stond al. Dus de volgende keer als Michel gaat schilderen, dan wil ik even meekwasten. Maar nu is dat niet mogelijk. Maar we zien Michel later weer, want die gaat mee wat hiermee te maken heeft. Dus dat is wel echt super dik. Goed, je hebt alles wat je nodig hebt, toch? Ik heb alles. Mooi. Ik ga de kant op. Succes, kerel. Zie je vanmiddag weer. Is goed. Nou, kalm aan. Jullie ook. Zet hem op. Ja, ik ben echt benieuwd, dames en heren. Want je ziet nu nog wel dat het gewoon echt geverfd moet worden. Dus uiteindelijk ga je echt wel verschil zien, denk ik. Wordt mooi. Super tof sowieso dat Michel dat wil doen. Want ik vroeg al aan Michel, als ik de nieuwe woning heb en er moet wat geschilderd worden, wil je dan helpen? Hij zei, ja, tuurlijk, geef me een seintje. En als ik dan een keer in de buurt ben, dan kunnen we dat wel afspreken of een keer als ik bij blijf slapen. Nou, gisteren met de boot blijf slapen en dan nu mooi schilderen. Kalleman! Yo, yo! 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 Ideaal. Super nice. Ik ben heel benieuwd. Hey, jongetje! Hey, Marjan! Hoe gaat het met je lippen? Nou, best goed. Wel helemaal aan het vervellen. Oh ja, het is helemaal aan het vervellen inderdaad. Ja. Even kijken, ja, je ziet dat wel, ja, dat het aan het vervellen is. Ja, goed. Het is alleen maar beter. Precies. We gaan er vandoor, hè? We gaan er vandoor! Ja, dan weet je dat je naar Amsterdam toe rijdt. Als je de schoen ziet. Ja. Het schoengebouw. Attention! Lekker, hè? Jullie zitten lekker in het zonnetje. Heerlijk, even genieten. Hoe is het, maatje? Goed, maatje. Goed. Ja? Ik heb er zin in. Ja, hè? Hallo, hallo. Alles oké? Okay? Ja, zeker. Mooi? Ook? Ja, zeker. Mooi. Ready for the tattoo day? Yes, sir. Nou, een beetje zenuwachtig. Ja, serieus? Ja, een beetje, altijd. Oké, okay, oké, okay. Spannend. Spannend, ja. Ik doe dat. Ja, jij je allereerste. Ja. Jij moet juist spannend vinden. Ja, ik vind het niet spannend. Nee. Oké. Okay. Ik zet hem erop, dan gaan we weg. Ja, het is ja. Zo klaar. Ja, precies. Het is gewoon een hele simpele, dus ja. Kan ja, inderdaad. Ja, je hebt vier lijntjes. Vier lijntjes, ja, is zo. Oké, okay, nou, dan lopen we die kant op, toch? Waar moeten we heen? Ja, hier naar links om de hoek en dan weer links en dan zijn we dat als goed zo. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Alle vier. Ik zet er in totaal eentje. Marjan, die zet er misschien twee. Ja. Sowieso één, misschien twee. Ja. Janneke, die zet er... Drie. Oei. En Thijs, die zet er dus één. Dus we hebben wel een paar tattoos bij elkaar. Dus dat wordt wel echt heel erg gaaf. Sowieso zijn we in goede handen. Dus dat maakt het al sowieso helemaal top. Dan hoef je niet te stressen. Dan weet je gewoon, het komt helemaal goed. Ja, gewoon de buitenkant, zodat het helemaal goed was. En toen... Dat zo is was echt, het, hè? Wow, dat is echt leuk. Zo was de eerste dag. Gisteren wakker in de ochtend. Ik werd wakker en ik dacht, Marjan, wat heb je nou? Ja, dat is echt ziek. Marjan heeft eigenlijk al een tattoo gezet natuurlijk op de lippen. Dus Marjan die heeft al een tattoo gehad. En nu dan de tweede en misschien derde van de week. Hier is het. Hallo, goedemorgen. Alles goed? Alles goed? Goed. Lang niet gezien. Goed. Mag je ook nog een knuffel geven? Kan nu weer, toch? Ja, zeker weten. Zo, ziet er wel goed uit. Ja. Echt sick. Ja, nog steeds. Dingetjes toegevoegd, zo te zien. Ja, die schilderijtjes allemaal. Het is echt een huisje geworden, zo. Mag gewoon lopen. Ja, zeker. Ja, echt sick. Oh, ja, Sarah die maakt ook van dit soort schilderijen. Echt super vet. Kijk wat ze hier heeft gemaakt. Nee, joh. Het ziet er echt goed uit. Ja, je gaat gebeuren. Die muren zijn gek. Ja, vet, hè? Kijk hoe vet dit is. Hier heb je Squirtle met een hartje. Squirtle met een hartje. Maar kijk wat je hier hebt. Ja, die zag ik dus ook. Chin-chan. Die Chin-chan is echt fijn. Maar kijk dan, Togepi. Ja. Heb je deze allemaal bij iemand gezet? Deze zijn allemaal van mijn collegaatjes. Oh. Ja.
Wow, vet hoor. Maar die doet heel veel Pokémon tattoos. Ja, echt super veel anime, Pokémon. Wow. Ja, dat is echt een grote markt voor. Ja, echt bizar, want ik zie hier ook Gengar, geloof ik. Ja. Echt sick. Echt heel erg veel. En Carpers inderdaad, daarboven. Ja, dat vind ik dus heel mooi bij iemand anders. Ja, dat zijn van die kooikarpers. Ja, van die Japanse kooikarpers, geloof ik. Ja, daar moet je wel echt van houden, inderdaad. Ja. Maar hier zitten wel echt hele gave plaatjes tussen, hoor. Zo. Ja, en dit soort anime, inderdaad. Ja. Tenminste, als dat anime is, ik geloof het wel. Echt, deze is ook schattig. Kijk dan, volgens mij is het Hamtaro of zo. Ja. Hier liggen ze dan, dames en heren, de tattoos. Dit is een lijstje wat we hadden gestuurd. En wat ze per persoon, per vakje heeft ingedeeld. Nou, die voor mij is echt het makkelijkst, denk ik. Ja. Dat is gewoon smiley. Maar je wordt er wel blij van. Als ik hem zie, moet ik meteen lachen. Ja, toch? Ja, dat is wel echt leuk. Ja, ik vind het ook typisch iets van mij. Ik ben super blij. Dus ja, dat is hem voor mij. Op mijn knie. Precies dezelfde grootte als de knolpower tattoo die ik hier heb. Precies deze grootte. Alleen dan op deze knie. Ja, echt leuk. Precies dat. En dan de smiley in het rood ook. Want ik vind het wel echt sick. Want deze rode outline tattoo die ik heb laten zetten dus ooit bij Sarah. Ten eerste, hij ziet er echt nog ziek goed uit. Ik vind hem echt clean nog steeds. Dus hoeft ook echt niet bijgewerkt te worden of zo. Is echt nog steeds super clean. En ik krijg gewoon heel veel complimenten over. Want je ziet wel eens rood in tattoos. Maar dan is het bijvoorbeeld in een grote piece op je chest of op je schouder of op je rug of wat dan ook. Maar echt een tattoo outline ben ik echt nog nooit tegengekomen. Dus ik vind het wel echt vet dat ik mijn eigen logo heb in de outline. En dan straks die smiley in de outline. Allebei rood. Want het is ook iets zo, zeg maar, op mijn knieën wat niet echt meteen opvalt of zo. Dat je denkt van, wow, hij heeft een tattoo. Als dit in het zwart zou zijn, zou het echt ziek erg opvallen. Ja, dat is wel echt zo. Dus ik vind het wel echt super clean. Dus voor mij is echt, de keuze was eigenlijk al meteen gezet. De keuze had ik meteen gemaakt toen ik hem kreeg van Sarah, die smiley. Ik dacht, boom, perfect. Dat gevoel moet je ook hebben, vind ik. Dus ik ben helemaal blij met mijn smiley. Dus, en is er nog iemand aan het twijfelen of? Ik ken hem denk ik ook wel. Wat zei je? Ik zet er één. Ik twijfel of ik er toch twee doe. Ik zou gewoon één beginnen. Dat is mijn allereerste ooit. Dus die ga ik hier zetten. Oh, en zijn ouders weten het niet. Ik zit ernaast uitleggen. Maar waar zit je over te twijfelen dan? Wil je misschien toch nog één? Ja, ik zat te denken. Want deze wil ik sowieso. Die wil ik hier om mijn bovenbeen. Hier ongeveer. Of ja, niet zo gewoon. Nee. Ja. Ik doe helemaal zo. Ik vind van een legs. Ja, ik denk, ja, nou, oprecht. Dat is wel wat ik uiteindelijk wil. Dus ik zat te denken, die hier. En nu twijfel ik ineens uit niks of ik hier niet de outline aan even pakken en die dan hier doen. Zo'n klavertje. Ja. Ja. Dus toch dat je beide bovenbenen doet. Ja, niet twijfelen. Ik zie Janneke lachen. Vind je dat mooi, hoor? Ik wou heel graag een klavertje 4. Ja. Die wordt het sowieso. Ja. Maar, ja. Je kan altijd dat. Sarah kan het opplakken en dan kan je het zien. Ja, dan kan ik echt kijken hoe het eruit ziet. Ja. En wil je hem ook echt. Want volgens mij zijn het logo's, hè? Dus je wilt hem ook echt zo houden, neer? Ja, hoeft niet per se. Het is eigenlijk meer dat het een klavertje dan een outline is. Want dan zou ik eigenlijk zeggen, ik heb nu gewoon het fotootje gepakt. Ja. Maar dan zou ik hem eigenlijk wel iets cleaner maken. Dus dat je echt gewoon alle lijnen dezelfde dikte. Ja, dat is ook perfect. En dan misschien die binnenkant ietsjes dunner. Binnenlijntjes. Ik denk dat dat wel mooier is. Vooral omdat deze ook zo clean is. Ja, ja precies. Ja, deze wel Thijs dus op zijn bovenbeen. Deze. Ja, want die gebruik je altijd in Reddit. Wat is het? Een ster? Ja, het is een sparkle. Dat is echt typisch wat ik zeg maar bij mijn eigen werk altijd doe, sparkles toevoegen. En het is ook het sterretje van mijn logo. Je hebt zelf ook een sterretje. Dat is ook. Jij ook, maar. Je Dank hebt ook drie sterren, zie je. Ja, zeker. Ja, Amsterdam heeft drie sterren. Zo. Dus ja, twijfel. Niet toch. Maar dan kun je altijd straks even. Ja, wel. Zo, ja, is goed. Zo. Ja, dit is perfect. Dit is goed, hè? Dit is perfect. Ja, is een beetje hetzelfde. Ja, die is ook clean. Die is clean, ja. Die komt dan hier. Ja. Zullen we ze even gaan plakken? Ja, laten we het doen. En even scheren, hè? Ja, even scheren. Die been is kaal. Jij vindt het echt mooi, hè, dat hij zijn tattoo gaat nemen. Ik vind het echt leuk. Maar had hij het wel vaak tegen jou gezegd dat hij dat wilde? En elke keer kwam het er maar van. Maar nu toch wel. Yes. En nou ben ik ook wel echt blij. Ja, jij hebt sowieso mooie bovenbenen, dus komt er wel mooi uit te zien. Let's go man, ik heb er zin in. Ineens heeft hij een tattoo. Wat wil je op dit moment tegen je ouders zeggen? Sorry dat ik het niet verteld heb. Ik hoop wel dat jullie het mooi vinden. Tot snel. Tot snel. Even iets schoonmaken.
is zo goed. Hè? Echt zo'n kaal plekje. Kijk hoe dat eruit ziet. Een babyhuis. Ja, ik zie een baby. Een babybilletje. Even kijken. Je wilt die punten omhoog wijzen. Ja, omhoog. Ja. Daar gaan we. Neem even een kijkje in de spiegel. Oh, ja, het is nog vet hoor, Thijs. Ik vind hem nu al vet en het is mij nog niet. Ja, het is erg hard. Ik vind hem perfect. Grote alles. Omleiding. Ja, moet je niet echt dikke beenspieren krijgen, dan scheurt hij. Dan wordt hij kleiner. Dat zie je allemaal. Even mijn benen warm maken. Hij is perfect. Ja? Helemaal perfect. Ik denk, ja, ik denk wel recht, zo. Ja, doe maar recht. Wel leuk zo, wel. Ja. Ja, dit is vet. Dit is wel cool. Toch? Ja. Ja, dit, ik ga ze allebei doen. Daar hoeft hij niet lang over na te denken. Nee, echt blij mee. Maar hij staat nog niet eens. Ik denk nu al. Erg blij mee. Hey, bedankt. Ja, hij zei dat echt alsof hij er al op stond. Ja. Ik ben er erg blij mee. Ja, het is echt perfect. Dat vind ik ook zelfs spannend. Ik heb echt jaren gewacht op dit gevoel. Dus je stelt in hoe snel die naald er... Ja. Dus dit, je kan het ook wel horen. Hoor je het? Oh ja. Oh, wanneer doe je het zo hard? Ja, goed bijna. Zo weinig tijd. Ja. Als iemand niet mag. Ja. Of ze alle hard. En is het dan juist minder goed voelt, of niet? Ja, maar het hangt ook een beetje van de machine af. Want sommige machines die werken weer net een beetje anders. Ah. Thijs. Ga maar. Ja, en dan ga ik even vragen hoe het ligt. Oh, daar gaat het wel. Ja? Daar gaat het wel. Bijna fijn. Gaat? Nee, dat niet. Het is gewoon een beetje onaangenaam, irritant, ja, maar het is niet echt vervelend. Ja, wel vervelend, maar niet echt pijn. Maar je kan het wel handelen. Ja. Maar ja, niet zo Sarah vier hele dagen. Dan zou ik echt gek worden. Over die rugtattoo deed je vier hele dagen. Dat is wel echt helder. En niet vier dagen achter elkaar natuurlijk. Nee, precies. Vier sessies. Ja. Ja, ik zal... Hoe voelde dat? Ja, precies wat ik zei, zeg maar. Het doet geen pijn. Maar het is wel een beetje irritant en onaangenaam. En soms moet je er wel een beetje doorheen bijten, maar het is niet echt pijn. Toch? We zijn er wel mee. Precies. Klopt. Ja. Dat is precies. Ja. 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 Jij ook? Eens? Ja. Dus iemand die een tattoo wil zetten, perfect beschrijven. Hoe ga je mijn ouders laten zien? Ga je foto's sturen of ga je wachten tot ze thuis zijn? Ik denk als ze thuis ben, dan trek ik gewoon mijn broek naar. Je ziet me. Hashtag inkt. Ja, ik weet echt niet hoe ik dat ga doen. Hashtag inkt, zegt hij. Ik weet echt niet hoe ik dat ga doen. Of gewoon niks zeggen, kijk wel. Ja, dat ja gewoon niks doen. Zeggen en dan gewoon... Ja, ik heb een been. Ik sta een tattoo en dan ga je het zo voelen. Nee, ik weet het. Daar moet ik even over nadenken. Dit is wel clean, hoor. Ja, dit is hem voor nu eventjes zo. Nice. Hij is echt clean. Perfect, zo lekker scherp in die hoekjes. Precies wat ik wil. Is de designer tevreden? Ja, designer. Thijs die is dus zo ongelooflijk tevreden al over zijn allereerste tattoo. Dat hij de vraag kreeg van Sarah, gaan we meteen door op het andere bovenbeen? Of wil je heel even wachten en dat iemand anders gaat? Maar Thijs zei, kom erop met die hashtag inkt. Juist, hashtag inkt 2. Oké, dus de andere been ook meteen. Dan gaat hij. Hoeveelste tattoo is dit? Tweede tattoo. Nee, maar die van jou in totaal. Hou je niet bij, toch of wel? Ja. Maar ik denk nu inmiddels 7, 8 jaar, nee, duizenden wel. Duizenden tattoos. Ja. Maar met alle respect natuurlijk, want ik vind dit überhaupt al knap dat je dit zo clean zet. Maar dit is voor jou toch gewoon een simpele tattoo? Ja, op zich, ik moet wel eerlijk zeggen, in kleine tattoos zie ik wel snel.
netjes is gezet of niet. Zeg maar, als je een hele sleeve hebt en er zit één foutje in, valt niet zo heel snel op. Dus eigenlijk is dit, ik zou het ook niet makkelijk noemen. Maar meestal zit ik wel met grote tattoos. Oké. Ja, ik vind het sowieso zo ziek hoe clean en hoe dun jij die lijntjes zet en hoe strak. Dat is ook bij die KP-tattoo die ik heb. Dat is echt niet normaal. Want die piece, die heb ik ooit ergens anders laten zetten. En daar zit één foutje in. En ja, dat zie je dan inderdaad wel snel, omdat het zo'n kleintje is. Maar die KP, dat is echt absurd. Het is gewoon beter dan het origineel. Dus dit worden gewoon twee perfecte tattoos, bro. Yes, sir. Zo, dat is nummer 2. Ik blijf. Je zou er maar eentje doen. Dingen kunnen veranderen, hè? Wauw, heel vet hoor. Zo, kijk. In de spiegel kijken. Hard hoor. Ik ben er echt blij mee. Nu wil ik al zo lang hier tattoos hebben. Echt heel mooi. Goed, hè. De eerste twee zet op naar de rest. Helemaal fully ink. Echt clean hoor. Let's go. Ik ga jullie. Echt fijn. Ja, dat is echt leuk. Kijk hoe clean die is zo. Ja, deze is natuurlijk nu geschoren en die andere niet, dus deze valt niet veel op. Ja, en het rode is ook natuurlijk nu nog iets verder. Hij is zo clean, zelfs die mondhoekjes zeg maar daar zo, die kleine lijntjes. Die oude wijze. Echt leuk. Ja, dat is echt fijn. Clean. Dat is heel fijn. Wie wordt de volgende? Steen, papier, schaap willen ze doen. Hey. Dus dat wordt Myron. Ja, let's go. Oké, cool. Dit wordt een bijzondere. Ja, op mijn hand gewoon. Op je hand. Spannend. Pijnlijke plekken. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Jij kiest alleen maar pijnlijke plekken. Ja. Eentje zo in je zij. Maar ik zei net tegen Janneke, dit wordt de eerste die voor mij echt goed in het zicht is. Ja. Want deze heb ik dan wel, maar je ziet nooit jezelf zo ook. Want alles wat je doet is zo. Behalve make-up, dan in de spiegel zie je hem wel. Ja. Maar... dit wordt de eerste die voor mij heel zichtbaar is. Yes. Wel spannend. Ja, wel vet. Ik ben echt super blij met mijn tattoo, dames en heren. Echt heel erg nice, zo hierboven. Niet al te gek, niet al te opvallend. Gewoon clean, nice. Precies zoals die KP-tattoo, hier zo. Echt heel blij mee. Nog steeds ook met deze super blij. En nu ook met deze. De smiley. Gewoon lekker vrolijk. Zo fijn. En nu Myron. Thijs en Janneke die zijn even middag eten halen, lunch. En Sarah en Myron die zijn aan het kijken wat voor lettertype. Even kijken hoe dat eruit komt te zien. Oké, daar gaat hij, dames en heren. Myron, gewoon een tatoeage op de hand. Spannend, hè? Ja, ik vind hem wel heel mooi. En heel klein en subtiel weer. Ja, klein en subtiel. En ik ben heel erg benieuwd hoe die nu erop gaat komen te staan. Ja, ik ook. Dat is wel echt zo fijn aan dat plakken van tevoren natuurlijk. Klopt. Dat je gewoon al ziet hoe het er ongeveer uit komt te zien. En dan nu wordt gewoon de tweede geplakt, dames en heren. Myron gaat toch voor 2 tattoos. Nou, deze ga ik even in de spiegel kijken. Weet je nog niet zeker? Het is zo'n one-line tattoo, zeg maar, heel mooi. Dit is gewoon een hartje, maar dan een one-line. Niet echt een hartje, maar een soort van hartje. Wil je hem een beetje schuin hebben of eigenlijk zo recht mogelijk? Wat denk jij? Ik denk zoiets. Ja, dat is nog het meest een hartje. Ik denk dat wel weer een goede plek is. Ik kies wel de pijnlijke plekjes uit, geloof ik. Ja, Janneke heeft hem ook hier. Die zei dat haar pijnlijkste plek was op haar kiezen. Oh nee, en haar voet. Even kijken in de spiegel weer. Ja, ik vind dat wel mooi. Dat is dan de eerste tattoo die dan echt in zicht is. Deze 2 eigenlijk. Ja. Want de rest van mij, als ik zeg maar zo sta, zie je helemaal niks. Alleen achter, om mijn rug en hier en hier. Gaat het gebeuren, schat? Ik ben benieuwd, want Sarah zei dat het een pijnlijke plek is.
is heel clean, ja. Holy moly, heel ziek. Ziek hoe klein dat dan kan. Ja, echt gedetailleerd. Nice. Ziek hoor. Hey. Zijn door met de tweeën? Ja, zeker. Zijn nieuwe klanten. Hallo. Hallo. Alles oké? Okay? Zeker. Sorry. Nice. Lekker. 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 Beetje eten. Zo, die hier op de hand is al klaar dus. Die is zo sick geworden. Ja, die is echt sick geworden. Deze pijn in de hand? Deze pijn er vandaag. Ja. Oh ja, op de hand kan je niet zien, want ze zijn nu met die andere bezig. Wow, die grote is echt perfect. Ja, ze is klein, hè? Ja. Nice. Wow, dat is echt vet van jullie. Ja, die is echt heel vet. Die is echt vet. Heel vet. Yes. Ja, echt mooi. Zo, dan heb je ze alle twee al erop. Snel, hè? Echt ziek. Komt dat het zulke dunne lijntjes zijn. Ja, de focus. En hier het hartje met dunne lijntjes. Zitten we allebei op. Heel nice. Ja, die grootte van deze is ook echt perfect. Ja. Zo gek in één keer dan, hè? Ja, heel mooi. Lekker schatje. Yay. Ben blij voor je. Lekker. Helemaal top. Ben blij voor je. Jij de knietjes, of tenminste de bovenbeentjes. Hey. Die vallen echt op ook, hè? Zo. Oh, broer. Moet opvallen. Ik zo mijn smiley. Jij nu je twee. Met dit in de lijntjes of zo en dit. Ja. En dan nu Janneke nog. Maar we 1, 2, 3, 4, 5 tattoos. Ja, 5 tattoos al gezet, hè. En dan nu, dames en heren, gaan we eerst even lekker smikkelen. Ik heb ook echt veel trek. Ik heb een carrot cake besteld. En los van die carrot cake heb ik nog wat besteld. Maar Myron, die heeft iets. Dat ziet er zo lekker uit. Oh, ja. Zie je dat? De Blue Ocean of zo had jij. Kijk hoe dat eruit ziet. Yes, we zijn terug op Curaçao. Maar die van jullie ziet er ook heel lekker uit, hoor. Die kokos. Kijk dan. Is dat die kokos? Kijk. Of is dit de kokos? Dat is wel iets anders. Ik had geen kokos. Dat is deze. Ja, dat is die kokos. Oh, mag die kokos? Ziet er nog beter uit. Is deze kokos? Nee, die. Mag je zeker. Zo, kijk dan. Oi, oi, oi. Dit heb ik voor lunch, dames en heren. Kijk hoe dit eruit ziet. Ze ziet er echt lekker uit. Jeetje, Mina. Zo. It's just unbelievable. Fruit. Dus we gaan even lekker smikkelen. En dan gaat Janneke tattoo laten zetten in de tussentijd. Tenminste, ze gaan eerst, het duurt nog wel eventjes voordat het gezet wordt. Want eerst even kijken, meten, knippen, printen. Kijken of de plek goed is. Dus ik ben heel benieuwd. Maar tot nu toe gaat alles helemaal perfect. Nog steeds zit ze erop. Nog steeds zit ze erop, zegt hij. Ja, Thijs die staat echt lang voor de spiegel de hele tijd. Hij kan het niet geloven. Fijn, hè? Ik heb dan nog eens. Ja, ik heb bekijken. Ja, dat is ook echt sick hoor. Oké, dan gaan we even bij Janneke kijken. Die wilde eentje op de bovenarm. Zo, klaar! Ja! Ja! Ja. Helemaal anders, hè? Ja, ja, dat is echt niet normaal. Ja, hoor, nu zie je er echt veel in één keer. Gewoon 3 erbij, ja. Zo. Ja, echt heel vet. Ja, super mooi. Ja, ze zijn heel clean. Ik denk dat ik zo lopen nu. Even kijken, deze is dus nieuw. Ja. Boom. Deze is nieuw. Boom. En deze forever. Ja. Super nice. Ja, heel blij mee. Echt super vet. Alleen maar complimenten, Sarah. Ik heb het super goed gedaan allemaal. Echt nice. Echt perfect. Super. Ja, super mooi, ik ben zo blij. We zijn allemaal blij. We zijn allemaal blij. Ja, dat vertegenwoordigt mijn tattoo, hè? Ja, dat is er misschien handig. Haren eraf trekken. Ja, dit is het enige wat nu nog even moet gebeuren. Zo, dit is gek nu. Oh, dit is fijn. Ja, dat is fijn, hè? Oh, babyhuid. En dan nu allebei even schoonmaken. Maar ze zijn echt zo, zo, zo scherp inderdaad. Ze zijn HD. Ja, nou 4K. 4K HD. Dat is 4K kwaliteit dit. 4D Max. Ja, ik heb het net al gedaan. Is ook schoongemaakt bij mij. Zo'n velletje erop, zo'n second skin. Helemaal perfect. Even een weekje niet zwemmen. Kom maar goed. Oh, ze zijn echt clean, hé. Echt clean. Zo fijn, eindelijk. Je begint te slapen, hè? Misschien wel. Om de beurt even knuffeltjes geven. Om te bedanken. Zoals elke keer. Sarah, voor ons de place to be. Alle socials van Sarah staat in de beschrijving. Dus Instagram en noem alles maar op. Dus Sarah, dankjewel. Heel bedankt. Leuk.
was echt perfect. En als Ajax dan vandaag ook nog wint, dan is het helemaal mooi. Zo, staan we buiten met het mooie weer. Dan ga ik jullie ook een high five geven. High five! Het is de Gimma, man. Dankjewel. Ajax. PSV. Ciao, Janneke. Kom aan doen. Echt super gaaf. Ja, ik ben echt in het gelijk, broeder. Ja, echt super gaaf. Jullie hebben een perfecte dag zo, hè? Ja, het is lekker weertje, lekker tot. En laat vooral weten wat je ouders ervan vinden. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik heb veel. Ja, zo je moeder zo, Annelies, zo helemaal in shock, zo. Oh, dat is Thijs, kan dat nog weg? Thijs, is dat echt een Nederlander niet? Ja, die praten zo plat, jongen. Ja, dat is dan niet normaal. Jij ook, hoor. Zo, algemeen boer is Nederlands, jongen. Algemeen meer de boer van Nederland. Dat is zo mooi, want jij kan niet praten wat Michel praat en Michel kan niet wat jij doet. Dat maakt zo'n goed team, man. Dat maakt zo'n team. Broost. Pas op, Michel de tram. Die hebben we in Assenie. Hey. Dat dacht ik in het begin wel, hè. Op een gegeven moment een stuk dat we hierheen hebben. Zo mooi. Ik had op de lijn aan. Ik dacht, ja? Ja, joh, ik ben het helemaal niet gewend, hè. Zag je al wat die vrouw deed die tram stuurde? Nee. Die deed zo, nee. Oh, maar wel met een glimlach van, nee, niet lopen. Oh. Ja, joh, mooie trams hier zo in Amsterdam. Kennen we niet in Assen. Zijn we echt niet gewend, hè? Nee. Het meest spannende wat wij hebben in Noorden is een rotonde met twee baans. Ja, als dat twee zijn. Ja, ja precies. Meestal is het maar één, maar. Maar goed, Sarah heeft ook echt een mooie locatie hoor hier in Amsterdam. Is echt nice. En we worden nu elk moment opgehaald door Maiwan, want over een half uur begint de wedstrijd al. Maar met 15 minuten zijn we op het Arena parkeerdek. Dat is echt ziek mooie plekken. En dan gaan we naar de Skybox. Het wordt echt gruwelijk. En echt mooi dat FC Groningen speelt voor jou. Oh, ja, dat is echt mooi. Zo heel fantastisch. Dat is gewoon de wedstrijd. Dat het allemaal zo samenvalt, dat is echt ziek. Het was helemaal niet zo vooruit gepland, de Ajax-wedstrijd. Maar wel echt super mooi dat het is gelukt zo. Kijk, daar is onze lift. Let's go. Dames en heren, daar zijn we. Bij het stadion. Dit wordt wel heel mooi. Ja, ook echt hele zieke plekken. Valet parking, niet normaal. Even korte, snelle vraag. Hoeveel wordt het, Ajax Groningen? 2-1. 2-1? Nee, 3-1. 3-1. Ja. Ik denk 3-0. Jij? Ik hoop maar 1-2. Ja! Holy moly, de derde minuut! De derde minuut! Eddy Michel! Hey. Ja, wat een wereldplek hier ook, dames en heren. Kijk nou eens even. Dat is toch niet normaal dit? Echt absurd. Vierde minuut. Ze zitten net, echt nog maar net. Nou, moeten ze nu niet meer scoren, hè? Oh my god, Michel! Michel! Hij zei het ook nog, hè? Hij zei het nog. Oh my god. Ja, Michel zit hier toch wel eigenlijk stiekem een beetje voor Groningen. Die Michel is blij, hè? Oei, dit is wel echt mooi, hoor. Oh, als het 1-2 wordt, nee, dan word ik helemaal gek. We zitten nu op de 24ste minuut. En omdat het zo heet is, hebben ze even drinkpauze. En ze zijn het veld ook even aan het sproeien. Maar die hitte, het is echt net een vlindertuin hier. Het is niet normaal. En wij doen nog eens iets, hè? We zitten gewoon te kijken. Maar gewoon... Je hele arm, alles vochtig. Het is echt bloed, JT. Alsof je de hele tijd in de studio staat van onze nieuwe woning. Zo erg. Echt een vlindertuin. Kijk, ze zijn daar aan het sproeien. Ah, inderdaad, wat Michel net tegen mij zei. Het veld ligt er knijters mooi bij. Heel strak bij. Dat is niet normaal. Dat is echt ziek. Ongelooflijk. Oei, oei, oei. Ongelooflijk. Wat een goal ook. Niet normaal. Oei, oei, oei. Ik heb het eerst gezien dat ik in de rest. Dat was keurig. Dan heeft Maiwan gewonnen met 3-1. Ja hoor, hoe weet jij dat toch? Eerste helft bedoelde ik, hè? Ja, ik wist niet dat jij zo'n voetbalsupporter was. Nee, maar ik bedoelde in de eerste helft. Oh, de eerste helft 3-1. Ja. En de tweede helft? 4-2. Oké. Ja, net nog voor de rust. Heel mooi. 45ste minuut. Hoppa. Ja, wordt nog een moeilijke. Een hele lastige, ja. Dames en heren, daar gaat hij, penalty. Hey! Ja, we zaten allemaal niet in de buurt, dames en heren. 6-1, holy shit. Zo, dames en heren, zitten we in de auto. 6-1.
Ja, non de jus. Echt absurd. Maar ja, wel een mooie wedstrijd om te kijken. En was ook super goed geregeld bij die Skybox. Zeker weten. Echt, zeker weten. Was echt fantastisch. Dus we hebben echt genoten. Tattoo zit erop bij iedereen. Iedereen tevreden. Ajax heeft gewonnen. Ja, wat wil je nog meer? Oh ja, muurtje geschilderd. Ook dat nog. Ook dat nog. Dus dat gaan we ook eventjes bekijken. We zetten Michel af bij parkeerterrein waar we de tattoo hebben gezet. Dat is een kwartiertje hier vandaan. En dan daarna gaan we maar eens even een mooie werkveel bekijken. Ja, dan ga je wel op huis aan, denk ik. Ik ga lekker op huis aan, ja. Ja. Snap je. Ja. Kijk eens aan, dames en heren. Zijn we eventjes bij Milan. Dit is de auto van mama, dus die is er ook. En zij hadden al eten, maar wij hebben even eten opgehaald. Dan gaan we even avondeten bij Milan. Dan gaan we straks even bij het schilderwerk van Michel kijken. Maar het is wel gezellig, want ik heb mama ook al een tijdje niet gezien. Dus dan zien we elkaar weer even zo. En dan ook nog bij Milan thuis in de achtertuin. Heerlijk. Er loopt een vreemde vrouw in onze tuin. Ja, weet je wat ik altijd zo vind? Het lijkt het veel kleiner. Ja, klopt. Kijk, ja, dat is echt zo. Dus precies wat mama zegt. Toen dit er inderdaad nog niet in zat, die kozijnen, toen dacht ik van, het is een mooie grote ruimte. En nu de kozijnen erin zitten, denk je van, wow, yo, dit is echt sick. Dat is niet normaal. We gaan even bij het schilderwerk van Michel kijken. Marvin die geeft even een kleine update aan mama. Maar die update weten jullie natuurlijk al. Die hadden we laatst laten zien. Dus ik wil ook niet... Dat is het een beetje. Ik wil ook niet elke keer bij de nieuwe woning hier komen. En dan gewoon weer laten zien hoe blij en enthousiast ik ben. Maar dat er verder niks is veranderd. Want dat is nog wel. Ik ben nog steeds super hyped over dat alles af is binnenkort. Maar goed, we gaan even in de studio kijken hier. Het is geen mega verandering. Maar het is toch wel mooi werk. Tenminste, Michel die levert altijd wel mooi werk. En dat bewijst hij hier maar weer eventjes. Kijk eens eventjes. Die muur is spierwit. Fantastisch. Ja, misschien op camera zie je niet een heel groot verschil. Maar ik zie dat wel. Het is echt super mooi wit nu. Overal. Dus alle muren die ik nu film, die zijn allemaal geschilderd door Michel in het wit. Dus daar heeft hij vandaag in de ochtend een paar uurtjes de tijd voor genomen. Dus dat is wel echt super dik. Heel erg nice. Echt clean. Echt heel erg clean. Maar echt wel even respect en shout-out naar Michel. Dankjewel daarvoor voor het schilderwerk. Want het is hier nu echt al knijters warm. En vanochtend, ja nu is het eind van de dag, maar vanochtend was hier ook al echt al bloedheet. Maar goed, dit zal ook wel snel drogen. Ja, dit is al gewoon zo wat droog joh. Door die hitte. Maar echt mooi gedaan. Echt, echt mooi gedaan. Het plafond die was al geschilderd. Dus ja, nu de muren. Maar helemaal top. Super blij mee. Toppie. Het is 9 uur in de avond bijna. En we gingen hier vanochtend om 8:30 weg. Dus we zijn de hele dag weer lekker weg geweest van huis. Het was echt... Oh, de buren hebben het raam weer open en de tv hard aan. Ik denk al, dat hoor ik. Maar het was echt weer een fantastisch dagje. Ik heb echt enorm genoten. Niet normaal. Het was echt super. Alles viel ook gewoon perfect samen. Want het was eerst helemaal niet de bedoeling dat ik naar Ajax ging. Dus dat ik uiteindelijk naar Ajax kon. En ook 2 tickets kon krijgen was echt perfect. En dat we dan die tattoo zetten in Amsterdam. Dat was zo mooi met elkaar dat dat samen kon. En toen kreeg ik dus te horen dat Michel bij mij bleef slapen. En ik weet dat Michel FC Groningen mooi vindt. Dus toen heb ik een 3e ticket geregeld. En Michel was ook nog hier blijven slapen omdat hij ging verven. En hij was precies klaar met schilderen op tijd voor de wedstrijd. Dus alles was zo perfect gesmeerd. Ik ben echt ontzettend blij hoe het allemaal is gelopen vandaag. Echt top. En dan nu, dames en heren. Ga ik de avond afsluiten met misschien wel op dit moment mijn favoriete game. Daar ga ik achter komen. Ik ga namelijk de nieuwe Spider-Man spelen. Oh, daar heb ik echt veel zin in. Dus voor nu, heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!